staan hier Terry van Druten, hoofdconservator kunst van Teylers Museum, in de tentoonstelling Constable. En we beginnen eigenlijk waar de bezoeker eindigt. Klopt, ja. Maar daar had ik een reden voor, want dit is natuurlijk... Ja, dit is wel waar het begonnen is, ooit allemaal. Er is nooit eerder een John Constable tentoonstelling in Nederland geweest. En er is überhaupt eigenlijk wereldwijd nooit een tentoonstelling geweest die zo diep ingaat op de relatie van de oude Hollandse meesters en op het werk van John Constable. Dus dat vonden wij een mooie aanleiding voor deze tentoonstelling, voor deze rondleiding en voor de aanwinst die we met dank aan de Vereniging Rembrandt hebben gedaan. Ja. Maar hij is dus echt schatplichtig. Absoluut, aan de Hollanders. Ja, ja zeker. Ja. En dat kan je hier zien, dankzij wat jullie in eigen bezit hebben. Ja, dus we hebben hier eigenlijk combinaties gemaakt van werken uit onze eigen collectie en werken van Constable, die we geleend hebben uit allerlei collecties. En ik denk dat je daar, als je hier rondloopt, heel goed kunt zien hoe dat gegaan is. Super, gaan we lopen. Ja. Ja, dit is dus een van de ontdekkingen van de tentoonstelling door Marleen Ram gedaan, mijn collega conservator hier. Dit tekeningetje uit de collectie van David Thompson, dat kenden we al en daar werd wel van gezegd naar een Hollandse meester waarschijnlijk. Ja. Dus dit is Constable. En Marleen is gaan zoeken en die dacht op basis van de nalatenschapsveiling van Constable van nou, hij had wel heel veel waterloopprenten, laat ik eens gaan kijken in de database naar alle waterloopprenten en heeft toen de prent erbij kunnen vinden waar die op gebaseerd is. En hier zie je dus al heel mooi hoe die op basis van zo'n 17e eeuwse prentje een soort eigen versie daarvan maakt. Ja. Het lijkt er erg op, maar er zitten wel allerlei kleine verschillen in. Hey, en je noemt Thompson? David Thompson is onze grote bruikleensgever. Die heeft 63 werken, zeg ik, uit mijn hoofd uitgeleend. En hij heeft echt een topcollectie, totale museale kwaliteit. Ja, echt de volle breedte van het oeuvre van Constable. En dit is natuurlijk ons aller Rembrandt. Ja, dus Constable die kende het werk van de oude meesters vooral via prenten. Het was natuurlijk een tijd, zeker in Engeland, dat er niet echt veel openbare collecties waren van oude meesters. Dus door prenten en vooral Hollandse prenten kende die Rembrandt bijvoorbeeld. Dus de drie bomen van Rembrandt. Deze is uit onze collectie, maar hij had er zelf ook eentje. En die lucht, dat is eigenlijk typisch Constable. Ja, en dan gaan we daar naar... Dit is Philips Koning, maar werd in die tijd nog als Constable gezien. Althans het schilderij waar dit een prent van is. Ja. Maar een versie van deze prent had Constable ook in zijn eigen collectie. En ja, je kan je gewoon niet anders dan voorstellen dat hij die lucht fantastisch moet hebben gevonden. Zo'n zicht over zo'n landschap, dat molentje daar, dat zijn elementen die je ook in zijn werk terugziet. Want als je nou zegt hij is schatplichtig aan die Hollanders, dan heb je het eigenlijk echt over de luchten. Ja, in eerste instantie, vooral. Ja. Vooral. Er zit wel meer hoor. Het gaat ook over een soort blik op de natuur en een soort realisme en kijken naar de werkelijkheid alsof je door een venster kijkt. Ja. Dat zie je natuurlijk al bij die Hollandse 17e eeuwers en dat zie je bij Constable ook. Mooi. En dat is een soort heel modern in Constables tijd en dat maakt hem heel vooruitstrevend. Maar wat we laten zien is dat er dus wel een Nederlandse lijn onder ligt. Gelukkig is er nooit kunst, kent geen grenzen, hè, als het goed is. Ook niet in de tijd. Ook niet in de tijd, nee. Zullen we naar de bomen toe? Ja, ja. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Dus we hebben werken echt heel letterlijk die echt bij elkaar horen. Dus de prent van, en de tekening van Constable ernaar. En we hebben een meer wat zeg maar poëtische ensembles gemaakt. Dus dit is Constable uit het Victoria en Albert Museum. Echt fantastisch gedetailleerde studie met de mos en alles. Ja, je zou eigenlijk iets meer licht nodig hebben, maar goed, dat kan niet. Ja. En twee Nederlandse werken, Jacques de Gein en een Waterloo. En je ziet dus eenzelfde manier van kijken naar die bomen en naar stukjes realiteit. Dit is een prentje van Ruisdael. Ja. In dit geval weer uit onze collectie. Constable had hem zelf niet, want hij was een vrij zeldzame prent. Maar hij heeft er dus wel een kopie van gemaakt. En het is gewoon zo'n exacte pen en inkt kopie daarvan. Dus je ziet de afdruk van de plaat, je ziet de signatuur. En als deze er niet onder zou hangen en je zou het mij even snel vragen, dan zou ik zeggen, ja, dat is een ets. Maar dat is het dus niet. Ja, en ik zie zelfs dat hij signeerde... Hij ook niet zijn eigen naam erop zet. Nee, precies. Het is echt gewoon alsof iemand een kopieerapparaat heeft gelegd.
Maar het was natuurlijk ook, ja, als je dan die print niet kon krijgen, de enige manier om, dat, om het mee naar huis te nemen en dat voorbeeld ervan te kunnen nemen. En hoe zag hij die print nou? Was dat bij particulieren dat hij de mogelijkheid had om te zien? Of? Dus het was meestal bij vrienden die dat dan hadden. Die dat verzamelden. Of bij handelaars die ik vraag het even, want je ziet het belang van een openbare collectie. Wij Precies. kunnen het nu allemaal hier zien. Precies, ja. Wij hoeven niemand te kennen, we mogen gewoon naar Tijlers. Klopt, ja. Dat is ook wel weer fijn, toch? Ja, dus we hebben hier ook een schilderij hangen uit een van de oudste Engelse openbare collecties. Ja. En dan zie je dat het was iets waar Constable zelf ook aan meewerkte alhoewel die trouwens een beetje dubieus was ten opzichte van de oprichting van de National Gallery, maar dat, ik denk toch dat hij ook een soort concurrentie daar voelde als het ware. Maar goed, dit schilderij komt uit de Dulwich Picture Gallery, die bestond al is tijdens Constable's leven opgericht. Ruisdaal, midden 17e eeuw, zicht op Haarlem, hier om de hoek, de Bavo. Prachtig werkje wat Constable ongetwijfeld weer fantastisch heeft gevonden natuurlijk vanwege die lucht en de atmosferische weergave. Hele mooie eenheid tussen land en lucht en licht. En dus heeft hij daar een kopie van gemaakt. Ja. 1-1. Ja. Echt tot zover dat het zelfs ook op paneel geschilderd is, wat hij zelf eigenlijk normaal gesproken zelden tot nooit deed. En pas als je helemaal in de details duikt, dan zie je dat die Bavo er een beetje, dat het meer een soort schuur met een soort puntje erop is. Maar wel ook diezelfde fantastische weergave van verbinding van lucht en landschap. En hier een mannetje te paard met een jongetje ernaast. Dat is het enige wat echt verschillend is. Yeah. Want die staat niet op de Ruisdaal. Maar die stond wel op de Ruisdaal. Dus toen Constable dit schilderde, stond dat mannetje te paard daar wel. Maar bij een latere restauratie bleek dat een toevoeging was uit de 18e eeuw. Dus in de 18e eeuw dacht iemand, die Ruisdaal is nog niet af. Daar moet ik nog even iets op de grond schilderen. Iets met een rood jasje, bijvoorbeeld. En die hebben ze het later weer afgehaald. Maar toen Constable hem zag, stond dat mannetje daar dus wel. Ja, dus een hele luxueuze uitgave van Donald Duck is dit. Ja. Zoek de verschillen. Ja, precies, ja. Heel luxe. Ja. Waarom deed hij dit dan? Want oefenen. Ja, oefenen. Maar hij was wel al in de 50 toen hij dit schilderde. Dus het was niet echt meer nodig om te oefenen. Maar ik denk dat hij wel nog steeds heel graag die Ruisdaal wou doorgronden. En die Ruisdaal mee naar huis wou nemen. Ja. En hem dan thuis ook bij zich hebben. En ook nog weer doorschenken aan zijn kinderen. Want zo'n kopie had ook gewoon echt waarde. Want het was natuurlijk wel de enige manier om een kleurkopie mee naar huis te nemen van de schilderij. Ja. Werd veel gekopieerd in die tijd? Veel meer dan, misschien, het had een heel andere status dan nu. Ja. Dus het had ook echt gewoon een zelfstandige eigen waarde als kunstwerk, als reproductiekunstwerk. Ja, begrijp ik. Kijk. Ja, het mooie natuurlijk hier is dat het überhaupt allemaal tijdgenoten van Constable zijn. Dus je kan heel mooi vergelijken. Ja. Je ziet hoe braaf die Hollanders zijn, de Hollanders uit de 19e eeuw. Ja. En we hebben reproducties van prenten uit onze collectie, maar die Constable zelf ook in zijn collectie had. Omdat hij dus een collectie van 3000 bladen had met grotendeels Nederlanders. En dit was hij natuurlijk eigenlijk allemaal in zijn tijd al, om de levende kunst te stimuleren, zoals dat toen heette. Ja, je durfde echt naar voorbeelden te kijken. En te kopiëren en te leren. Precies. Ja. Ook functie van Tijlers. Absoluut. Ja. Super. Ja, gaan we door. Ik word nieuwsgierig. Ja, dan komt nu het hoofdgerecht. Ja. Dit is natuurlijk een mooie opening van de tentoonstelling. De jonge kunstenaar, als hij nog volkomen onbekend is, net in Londen aan het studeren bij de Royal Academy. En het duurt lang voordat hij enige roem verwerft. Aan het einde van zijn leven hoort hij er wel een beetje bij, maar een paar decennia na zijn dood wordt deze buste gemaakt bij de Royal Academy. En is hij echt onderdeel van de Galerij de Grote, een van de grote Britse kunstenaars. En dat maakt het dus denk ik ook wel uitzonderlijk dat we die werken hier nu hebben. Want je krijgt ze niet zomaar, zeker de grote Constables niet. Zeg ik maar gelijk heel eerlijk, die hangen allemaal nog steeds in Londen met name. Ja. Niet hier nu in Haarlem. Maar wel dus een heel mooi overzicht vanuit de andere Engelse musea, of vanuit de Victoria and Albert, British Museum, Tate enzovoort. Ja. En dus van die particuliere collectie van David Thompson. Ja, en dit is jeugd waar we zijn. We zijn in zijn jeugd. Beginnen we de tentoonstelling. En het is denk ik, we beginnen met de tekening, ook uit de collectie Thompson,
van het geboortehuis van Constable, het huis van zijn vader. En ook een beetje symbolisch eigenlijk dat die plekken die hij zelf kende, die echt voor hem autobiografisch van belang waren, die staan ook letterlijk centraal in zijn hele oeuvre. En zo letterlijk zelfs dat hij soms, in sommige gevallen, vanuit die ramen van dat huis ook echt gewerkt heeft. Dus de eerste twee olieverfschetsen die je ziet, zijn ook echt blikken uit het huis van zijn vader. Dus de huizen van de buren en in dit geval de velden rondom het huis. En dat zijn dan weer velden waarvan we weten uit de brieven, geschreven aan zijn toekomstige vrouw Maria Bicknell, ja, dat zij elkaar daar in het geheim ontmoeten. Omdat ze niet mochten trouwen met elkaar van haar grootvader met name. En die woonde dan weer in dat huisje. Dus het is ook een plek die... Verhaal. Het is voor ons een mooi vergezicht misschien, maar er zit een lading en een betekenis aan. Ja. En dat is wat je bij Constable eigenlijk altijd... Nou, misschien niet direct ziet. Ik denk wel dat je het voelt. Dus dat is ook wat hem volgens mij romantisch maakt. Maar het is uiteindelijk ook heel realistisch. Wat voor zijn tijd heel ongebruikelijk is. Om gewoon echt van die blikken uit het venster te schilderen. En met die blikken uit dat venster wordt dat land van zijn geboorte ook in Engeland althans zo beroemd. Dat ze daar echt kennen als Constable Country. Ja. Dus je kan naar al deze plekken toe. Een mooie zonnige zomerse of herfstzondag. Kan je langs die rivier de Stour lopen. En dan loop je letterlijk over de hoofden. Want het is dus echt een soort Britse toeristische bestemming. En dat is dan wel weer interessant, denk ik. Want nu is dat dus zo onderdeel van de nationale identiteit geworden. En vindt men dat heel liefelijk en schilderachtig. Maar toenertijd was dit dus in Engeland helemaal niet zo populair als onderwerp voor je schilderijen. En het is natuurlijk eigenlijk een soort vroeg 19e eeuwse industrieterrein. Ja. Want dit is natuurlijk die rivier werd gebruikt om spullen te vervoeren met dat soort boten. En die sluis is eigenlijk een soort tolpoort, zou je kunnen zeggen. Althans, je hoeft er niet te betalen, maar het is wel heel functioneel. En die watermolen die je hier ziet, die vinden wij misschien wel heel pittoresk. Maar dat is natuurlijk ook gewoon echt een soort fabriek, als het ware. En een watermolen van Constable's vader. Dus dit is weer een plek die hij echt gewoon heel goed kende uit zijn eigen leven. Hij is eigenlijk zijn eigen levensverhaal aan het schilderen. Ja, alles wat je ziet is bij hem, kende die en bestaat ook echt en bestond ook echt. Ja. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon hele mooie weergaves van de natuur met hoe de wind over dat water heen gaat. En is dit al helemaal buiten geschilderd? Durf je dat te zeggen? Deze durf ik dat niet van te zeggen. Gaan we straks zien. Ja, er zijn ook best grote waarbij dat gebeurd is. Oké. Okay. Diezelfde rivier, die zie je ook bijvoorbeeld dus hier weer terug in dit tekeningetje. Dus die Stour met zo'n boot. Hier zie je iets duidelijker dat het echt een soort vrachtwagen als het ware is. Waar spullen mee vervoerd worden die met een paard wordt voortgetrokken. En prachtig pentekeningetje wat we nu dus hier in Haarlem in de collectie hebben. Met dank aan de Vereniging Rembrandt. Voilà. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat geldt ook voor deze tekening hier. Aquarel of waterverf. Je ziet meteen een heel ander soort van techniek. Dat is sowieso heel mooi aan de tekeningen die we via Rembrandt hebben kunnen verwerven. Dat ze echt die breedte van Constable's technisch kunnen laten zien. Want hij deed echt alles wat hij nodig had om maar de dingen op papier te zetten. Alle echt technieken. Oefeningen. Ja. En hier is hij dus duidelijk op zoek naar vlakverdeling en lichtval en dergelijke. Dus dan leent die aquarel zich daar natuurlijk veel beter voor dan zo'n pen en inkt. Ja. Maar dit is ook leuke kerk, vlakverdeling, dat soort dingen. Maar dat is de kerk waar hij zelf met zijn familie naartoe ging toen hij klein was. Dit is de kerk waar de grootvader van Maria, zijn toekomstige vrouw, predikte. Ja. De grote tegenstander van hun huwelijk dus. Dus ongetwijfeld weer een plek die voor hem persoonlijke lading en betekenis gehad moet hebben. Dat zie je misschien nog wel het allerbeste bij deze tekening, als je het weet. Mooie, realistische weergave van diezelfde kerk. Maar getekend op de dag dat het huis van zijn vader verkocht wordt nadat zijn ouders de jaren daarvoor overleden zijn. En die liggen ook hier in dat graf op de voorgrond. Ja. Dus het is natuurlijk echt afscheid van zijn jeugd feitelijk. Ja, mooi. Nou, hier maken we even kennis met Constable meer persoonlijk en vooral met zijn gezin en met Maria, dus zijn grote liefde, waar hij 7 jaar op moet wachten tot hij eindelijk met haar kan trouwen. En dat wou hij denk ik echt heel graag, of dat weten we ook wel uit zijn brieven. En dat kun je naar mijn idee ook wel zien aan zo'n tekeningetje als deze. Hier staat er ook mooi bij, Maria, dus we weten het zeker. Ja, je ziet gewoon een soort, naar mijn idee, heel liefdevolle uitvegingen van van dat krijt waardoor... die rug prachtig is weergegeven. Maar dat,
prachtig. Daar spreekt de romantische liefde van John voor Maria. Ja, mooi. Ja, God. En hetzelfde zie je hier dan natuurlijk. Dat, ja, we weten hier niet zeker dat het Maria is, maar dat zal toch haast wel. Ja. En ja, hier wordt door sommige mensen ook alweer een mooie link met de 17e eeuw gezien. Dan met name met Ter Borch, naar het schijnt. En weet je of dit nou lang in de familie is gebleven? Is dat bekend? Nou, in dit geval weet ik het eigenlijk niet zo precies. Ik denk het wel, dat moet haast wel. Ja, nou ja, dat zou een bewijs zijn voor... Ja, inderdaad, ja. Het feit dat zij het zou zijn. Ja. Ja, hier zien we Constable eigenlijk op reis en ook een beetje op zoek, zou je kunnen zeggen, naar zichzelf. Dus ik zie dit zelf altijd als Constable doet Turner. Ja. En het zijn best mooie aquarellen, maar het is natuurlijk niet Constable zoals we hem kennen. En dat is ook wat hij eigenlijk in dat tijdens die reizen over zichzelf leert. En dan ook zegt het beroemde citaat, I should paint my own places best. En dat heel goed. Gaat hij hier echt doen. Ja. Hier komen we ook naar mijn idee bij het hoogtepunt van de tentoonstelling uit, bij die olieverfschetsen. Ja. En die zijn gewoon fenomenaal. En je moet je voorstellen, we hebben het dus over begin 19e eeuw, 50, 60 jaar voor het impressionisme, voordat de verftube op de markt is verschenen. Dus het is nog echt zelf mengen en met verfblaasjes en dergelijke het veld in. En dat gebeurde dus maar heel weinig. Ja. En Constable deed het heel veel, heel veel. En ja, je ziet het gewoon helemaal voor je dat hij daar zit met dat stukje papier, karton in zijn kist geprikt. En dan proberen zo'n moment te vangen, eigenlijk als een soort proto-impressionist. Met een fantastisch resultaat, prachtig vergezicht, allemaal van die schaapjes en dat molentje wat we net nog bij Philips Koning ook zagen. Precies. En die lucht. Ja. Dus het is natuurlijk de echt geobserveerde realiteit daar ter plaatse, bij Brighton in dit geval. Maar ja, we kijken ook een beetje door Hollandse ogen ernaar. Ja, prachtig. En nu ga ik hem ook begrijpen. Ik bedoel, nu ga ik ook de link begrijpen met de inleiding het oefenen. En ook zo mooi dat hij zegt van, ik moet zelf kiezen, want hier zit zijn hart in. En dat kan je ook zien. Ja, dat zie je echt, ja. Dus ja, nou, hier hangen zoveel mooie voorbeelden, dus ik kan bij alles wel zo'n verhaal vertellen. Maar ik denk als je het met name over die Nederlandse link hebt, dan denk ik dat je dat hier heel mooi ziet in zo'n panorama. Ja. Wat eigenlijk ook zo'n heel Hollands thema is, hè, wat je veel ook bij bijvoorbeeld Philips Koning dus ziet. Of die hele grote luchten, zo'n ruistaal, meer lucht dan landschap. En wat ik fantastisch vind bij Constable is dus hoe die grootsheid van de natuur. Maar als je dan in die details gaat kijken, dan zitten daar allemaal, dan lopen daar koetjes en huisjes. En er zit een enorme diepte in, maar er zit ook een enorm detail in. Ja. Volgens mij, wat je dus moet realiseren, is dat we eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben gezien, schets is. Ja. Gewoon puur alleen maar voor John Constable zelf gemaakt. Voor zijn eigen lol en voor zijn eigen oefening natuurlijk ook. Om de lucht en het landschap enzovoorts te leren doorgronden. Ja. Maar gewoon, in die zin geen affe kunstwerken. Nooit bedoeld om zo getoond te worden. Nee. Want ik vind dat echt opzienbarend, want ze zijn zo mooi. Ja. Dit is wel echte kunst. Ja. En ik vind het ook heel mooi. Ik ken veel mensen die echt voor de schetsen gaan. Ik zelf ook eerlijk gezegd hoor. Maar dit is toch ook wel een prachtig werk. En het laat wel heel goed zien waar het bij Constable om gaat. Als je het zo ziet, zou je in eerste oogomslag ook met gemak kunnen denken dat het later de 19e eeuw is. Dat het de Haagse school of zoiets. Het zou zomaar kunnen. Het is in die zin dus ook weer echt realisme. Maar het is ook weer zo'n plek die Constable heel goed kende zelf. Het dorpje Dedham, waar hij naar school ging. Die Stoer, dus weer diezelfde rivier waar hij langs naar zijn school toe liep. Een andere watermolen van zijn vader, waar hij 7 jaar gewerkt heeft. Ja. Hij mocht geen kunstenaar worden aanvankelijk, want hij moest het bedrijf overnemen. En heeft daar dus zitten werken en ongetwijfeld naar de lucht en het water zitten kijken. En ik denk, ondanks dat hij dus zijn droom om kunstenaar te worden niet kon uitoefenen of uitvoeren, dat hij toch heel mooi moet en fijn daar hebben gevonden. Want er valt zo fantastisch mooi goddelijk licht precies op die watermolen. Ja. En kunstenaars doen natuurlijk nooit iets zomaar per ongeluk. Nee. Dat heeft gewoon betekenis, voor hem in elk geval. Ja. En dat voelen wij, dat in die liefde voor dat landschap in dat schilderij zit, denk ik. En dit is ook het moment dat hij ook gearriveerd is als kunstenaar, aangenomen bij de... Nou, hij is op dit moment nog geen lid van de Royal Academy. Nee. Dus hij heeft wel wat liefhebbers die zijn werk kopen of wat mensen die hem steunen. Dat zijn vaak dus ook vrienden.
Dus het is eigenlijk een hele kleine kring. En hij heeft lang moeten wachten tot hij echt succes kreeg. Hij heeft op dit moment ook nog geen medaille gewonnen op de Salon in Parijs. Want dat is waar zijn eerste succes plaatsvindt, in het buitenland. Ja. En dan uiteindelijk, als hij geloof 53 is, wordt hij dan lid van de Royal Academy. Waar Turner, zijn leeftijdsgenoot, het al op zijn 23ste werd. Ja. Dus het is, hij heeft lang moeten wachten. Maar... Ja. Nou ja, een prachtig moment. En ik denk dat dat eigenlijk ook de kern van het werk van Constable is. Dus dat het is een soort, het is heel realistisch. We kijken naar buiten. We zien ook natuurlijk een beetje die invloed van de Hollanders. Maar het gaat volgens mij vooral om dat proberen te grijpen van ja, de vergankelijkheid. Hoe zeg je dat? Le temps perdu te vangen. Ja. Althans, ja. Voordat die verloren raakt natuurlijk. Ja, en dat valt me ook op dat... heb je heel vaak tijdens de rondleiding ook genoemd, hè? Het woord liefde voor wat hij ziet en voor zijn vrouw en voor het dorp waar hij woont, voor de kerk. Het komt, het moet een man geweest zijn die inderdaad die eeuwigheid zag en probeerde vast te leggen. Hij was een echte melancholicus. Ja, mooi. Ja, ja. Zichtbaar ook. Ja. Als hij dan tot lid wordt gekozen van de Royal Academy, dan was het gebruik dat je een werk doneerde aan de collectie van de Royal Academy. En dat is dit werk, is het diploma work. Het staat ook netjes op het schildje. En ja, dus het moet voor hem ook absoluut een grote betekenis hebben gehad. Want eindelijk was hij lid van dat illustre gezelschap. En hier zie je ook weer heel mooi al die elementen samenkomen. Dus het is weer dat dorpje Dedham, het is weer Constable Country, die rivier de Stour. Maar je ziet bijvoorbeeld die storm daarboven, die mij toch heel erg aan die storm bij Rembrandt doet denken. En gewoon, het is gewoon Constable op en top. Ja, mooi. Goede samenvatting. Ja. Wie is dit? Dit is Forster. Het is een boek wat Constable zelf dus ook in zijn collectie had. Want hij was ook echt, hij was geen meteoroloog, maar hij was wel echt geïnteresseerd in meteorologie. En hij had een barometer en al dat soort dingen. Dus hij wist ook echt wel iets van de werking van de atmosfeer en van het licht en van wolken en regenbogen enzovoort. En dat linkte natuurlijk ook weer heel mooi aan ons, omdat wij natuurlijk Museum van Kunst en Wetenschap zijn. En Constable zag zichzelf ook echt als een wetenschapper. Dus zijn werk was onderdeel van het doorgronden van de werkelijkheid. Dus door het goed vast te leggen, leer je het ook begrijpen. Dus het illustreert eigenlijk heel mooi, denk ik, wat het kunst hoort. En wetenschap ook samen bindt. Ja, prachtig. Constable was absoluut gefascineerd door de lucht. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van zijn werk. Hij nam dat bloed serieus. En zo serieus dat hij bijvoorbeeld in 1821, 22 echt 2 jaar lang bijna niks anders doet dan dit soort dingen. Wolkenstudies maken, keer op keer op keer. Maar als een wetenschapper, hij ziet dat echt heel nauwkeurig, gaat hij naar buiten en dan registreert hij hoe laat het is, waar die is, wat de temperatuur is, of er een wind uit het zuiden of het westen of het noorden of weet ik veel waar kwam, of er regen viel of niet. Echt als het registreren, doorgronden van de werkelijkheid, maar natuurlijk ook het vangen van iets wat eigenlijk onvangbaar is en het vasthouden van iets wat je eigenlijk niet kan vasthouden. En dat is wat het volgens mij zo mooi maakt en wat het tot de essentie van Constable brengt. Dus dat proberen te vervangen van het onvangbare van de vergankelijkheid ook. En wat in zijn echte werk natuurlijk, of zijn grote werk ook zit. Ja. Het vastleggen van zijn gelukkige jeugd, van zijn liefde voor zijn toch tragisch en vroeg overleden vrouw. Alles wat belangrijk was eigenlijk. Dus die wolken, dat zijn denk ik wel, is toch de kern van het oeuvre van Constable. Dus zoals hij zelf ook zei, I'm the man of clouds. Ja. Ik ben de wolkenman. Prachtig. Prachtig. Je kan erin verdwijnen. Ja. Zullen we dat dan maar doen? Zullen we het doen? Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. Voor deze super rondleiding.